Hoofdstuk 14. De drie hoedanigheden van de materiële natuur. Tekst 1. De Allerhoogste Persoonlijkheid God zei: opnieuw zal ik voor jou deze allerhoogste wijsheid uiteenzetten, de beste van alle kennis, waardoor alle wijzen die haar bevatten de allerhoogste volmaaktheid hebben bereikt. Tekst 2. Door gegrond te raken in deze kennis kan men dezelfde transcendentale zijnstoestand bereiken als die van mij. Wie daarin gevestigd raakt, wordt niet geboren op het moment van de schepping en raakt niet verstoord wanneer alles wordt vernietigd. Tekst 3. De totale materiële substantie, die Brahman wordt genoemd, is de oorsprong van alle geboorte, o afstammeling van Bharat. En het is dat Brahman dat ik bevrucht en dat de geboorte van alle levende wezens mogelijk maakt. Tekst 4. Weet, o zoon van Kunti, dat alle levensvormen kunnen bestaan door hun geboorte in de materiële natuur en dat ik de vader ben die het zaad geeft. Tekst 5. De materiële natuur bestaat uit drie hoedanigheden: goedheid, hartstocht en onwetendheid. Wanneer het eeuwig levend wezen in aanraking komt met de materiële natuur, o sterk gearmde Arjuna, raakt het door deze hoedanigheden geconditioneerd. Tekst 6. O zondeloze, de hoedanigheid goedheid, die zuiverder is dan de andere twee, is verlichtend en bevrijdt iemand van de karmische reacties op zijn zonde. Zij die zich in deze hoedanigheid bevinden, raken geconditioneerd door een gevoel van geluk en kennis. Tekst 7. De hoedanigheid hartstocht komt voort uit ontelbare verlangens en begeerten, o zoon van Kunti. En zo raakt het belichaamde levend wezen gebonden door materiële, resultaatgerichte activiteiten. Tekst 8. O afstammeling van Bharat, weet dat de hoedanigheid duisternis die voortkomt uit onwetendheid de waan is waarin alle belichaamde wezens leven. De resultaten van deze hoedanigheid die de geconditioneerde ziel gebonden houden zijn waanzin, luiheid en slaap. Tekst 9. O afstammeling van Bharat, door de hoedanigheid goedheid raakt men geconditioneerd door geluk. Door de hoedanigheid hartstocht raakt men geconditioneerd door resultaatgericht werk. En de hoedanigheid onwetendheid die iemands kennis versluiert, bindt iemand aan waanzin. Tekst 10. Soms heeft de hoedanigheid goedheid de overhand en verdrijft ze de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid, o afstammeling van Bharat. Soms verdrijft de hoedanigheid hartstocht goedheid en onwetendheid, en dan weer verdrijft de onwetendheid goedheid en hartstocht. Op die manier is er altijd strijd om de overmacht. Tekst 11. De aanwezigheid van de hoedanigheid goedheid kan worden ervaren wanneer alle poorten van het lichaam door kennis worden verlicht. Tekst 12. O beste onder de Bharatas, wanneer de hoedanigheid hartstocht toeneemt, beginnen zich de kenmerken van grote gehechtheid, resultaatgerichte activiteit, zeer grote inspanning, onbedwingbare begeerte en vurig verlangen te ontwikkelen. Tekst 13. Wanneer de hoedanigheid onwetendheid toeneemt, o zoon van Kuru, worden duisternis, passiviteit, waanzin en illusie zichtbaar. Tekst 14. Wie sterft in de hoedanigheid goedheid, bereikt de zuivere, hogere planeten van de grote wijze. Tekst 15. Wie sterft in de hoedanigheid hartstocht, wordt geboren onder degenen die zich bezighouden met resultaatgerichte activiteiten. En wie sterft in de hoedanigheid onwetendheid, wordt in het dierenrijk geboren. Tekst 16. Het resultaat van vrome activiteiten is zuiver en is in de hoedanigheid goedheid. Maar activiteiten die in de hoedanigheid hartstocht worden gedaan, leiden tot ellende. En activiteiten in de hoedanigheid onwetendheid leiden tot dwaasheid. Tekst 17. Uit de hoedanigheid goedheid komt werkelijke kennis voort. Uit de hoedanigheid hartstocht komt hebzucht voort. En uit de hoedanigheid onwetendheid komen dwaasheid, waanzin en illusie voort. Tekst 18.
Zij die zich in de hoedanigheid goedheid bevinden, gaan geleidelijk omhoog naar de hogere planeten. Degenen in de hoedanigheid hartstocht leven op de aardse planeten. En de personen in de weerzinwekkende hoedanigheid onwetendheid dalen af naar de helse werelden. Tekst 19. Wie goed beseft dat tijdens alle activiteiten niets anders dan deze drie hoedanigheden van de materiële natuur werkzaam zijn, en wie de Allerhoogste Heer kent die al deze hoedanigheden ontstegen is, bereikt mijn spirituele natuur. Tekst 20. Wanneer het belichaamde levend wezen in staat is te ontstijgen aan deze drie hoedanigheden die in verband staan met het materiële lichaam, dan kan het bevrijd raken van geboorte, dood, ouderdom en de ellende daarvan, en kan het zelfs in dit leven al van nectar genieten. Tekst 21. Arjuna vroeg: O Heer, waarin kan men iemand herkennen die aan deze drie hoedanigheden ontstegen is? Hoe gedraagt hij zich en hoe ontstijgt hij aan de drie hoedanigheden van de materiële natuur? Tekst 22 tot en met 25. De Allerhoogste Persoonlijkheid God zei: O zoon van Pandu, wie geen hekel heeft aan verlichting, gehechtheid en illusie wanneer ze zich voordoen, maar er evenmin naar verlangt wanneer ze verdwijnen. Wie onbewogen en onverstoorbaar is tijdens al deze wisselwerkingen van de materiële hoedanigheden en neutraal en transcendentaal blijft, omdat hij weet dat alleen de hoedanigheden werkzaam zijn, wie verankerd is in het zelf en geluk en ellende als hetzelfde beschouwt, wie dezelfde waarde hecht aan een kluit aarde, een steen en een brok goud, wie neutraal is ten opzichte van alles wat wenselijk en niet wenselijk is, wie standvastig is en gelijkmoedig blijft tijdens eer en schande, of wanneer hij geprezen wordt of bespot, wie vriend en vijand op dezelfde manier behandelt en zich van alle materiële activiteiten onthecht heeft, van zo'n persoon wordt gezegd dat hij aan de drie hoedanigheden van de materiële natuur is ontstegen. Tekst 26. Wie in alle omstandigheden volledig en onfeilbaar opgaat in devotionele dienst, ontstijgt onmiddellijk aan de hoedanigheden van de materiële natuur en komt zo tot het niveau van Brahman. Tekst 27. En ik ben de basis van het onpersoonlijk Brahman, dat onsterfelijk, onvergankelijk en eeuwig is en dat de wezenstaat is van de allerhoogste vreugde. Zo eindigen de commentaren van Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada bij het 14e hoofdstuk van Srimad Bhagavad Gita, getiteld De drie hoedanigheden van de materiële natuur.